Mark van het Recreaties is een vakantiepark in de Gelderse Achterhoek. Een vakantiepark met 320 vakantiewoningen, een hotel met 37 suites en 350 toeristische kampeerplaatsen. Water is een van de belangrijkste onderdelen van onze bedrijfsvoering. Al onze zwembaden verbruiken zo'n 25.000 kub water op jaarbasis. En de gasten hebben daarnaast nog eens eigenlijk ook nog weer 100.000 kub water nodig. Dan zeg je, dan matcht het niet helemaal bij de inkoop van 100.000 kub water. Maar het zwembadwater wordt weer opnieuw gebruikt als grijs water voor de toiletspoelen. Nou, echte waterschaarste hebben we niet. Niet anders dan in hele droge periodes. En dan willen we graag het maximale volume van Vitens hebben. Nou, achter ons zien we de heuvel in het landschap. Daar ligt 120.000 liter Rijnwater. Dat Rijnwater dat gebruiken we op het moment dat Vitens net niet voldoende water kan leveren. Dan kunnen wij putten uit onze eigen Rijnwaterkelders. Zodat we uiteindelijk toch onze gasten kunnen voorzien van het maximale water wat ze wensen. Dit is de machinekamer van ons zwembadcomplex. En hier verbruiken wij 25.000 liter water voor onze zwemmers. We komen net uit de technische ruimte van het zwembad. Daar zien we drie hele grote filtratieketels die ons zwemwater reinigen. Daarmee wordt het zwemwater op een hele mooie manier schoongehouden. Daarnaast hebben we in onze machinekamer net de zoutelektrolyse-installatie gezien. Een heleboel zwembaden die krijgen het chloor nog steeds aangeleverd voor de desinfectie. Wij ontvangen hier keukenzout binnen. Keukenzout is natriumchloride eigenlijk. De chloride gebruiken wij voor de desinfectie. Dus wij maken als het ware ons eigen chloor voor de desinfectie van ons zwembadwater. Daarmee krijgen we een veel lichtere, vriendelijke manier van desinfectie. Een vriendelijke chloorvorm. En daarmee is ons water ook niet zo scherp om uiteindelijk weer als grijs water te gebruiken. Dat grijs water wat we opvangen wordt nog eens een keertje gedesinfecteerd met een stukje waterstofperoxide om het organisch materiaal uit dat water te houden en daarmee eigenlijk een goed water te krijgen voor het spoelen van onze toiletten. Ja, de basisoplossing is om zo min mogelijk water te gebruiken. Dus zoveel mogelijk besparen. Dus alle perlato's op de kranen van de bungalows en de douches. Overal zit waterremming in. Maar bijvoorbeeld ook een heel klein dingetje is een vaatwasmachine op een sanitair gebouw. Sommige mensen vergeten dat je bij het normale afwassen, gewoon bij de kraan en bij de wasbak, vele malen meer water verbruikt dan dat je het in de machine zou doen. Nee, die watervraag blijft. Hè. We blijven die kwaliteit nastreven die onze gast wenst. Dat betekent hele grote zwembaden met wildwaterbanen en allerlei toeters en bellen die aan die zwembaden zitten. Toch relatief grote jacuzzibaden, ook nog wel in bungalows. Dus de gast vraagt wel continu in kwaliteit om water. Dus de enigste advies kan ik geven, wees echt zuinig met water en probeer daar minimaal mee te verspillen. Daar waar het mooie, reine water niet nodig is, gebruik daar in ieder geval voor spoel, proceswater, uiteindelijk andere soorten type waters waar je ook mee uit de voeten kunt.